Okay. Hoi! Ik ben lekker met Verlies en Kiara. Dat is een verhaal. Kijk wat En we zitten in de auto nu op naar Equiday. En ik ga lekker vloggen op Equiday. En we hebben daar een meet and greet met de hele chess squad. Ja, we hebben ook met de meet and greet een prijsvraag, dus dan gaan we een winactie doen. Ja. Maar ja, we gaan wel weer filmen als we daar zijn, want nu is het nog een uur in de auto zitten. Yay! Joe, we zijn er! Hoi! Hey! We zijn lekker op Equiday! En daar is Luna. En Felies was er al lekker. En Maartje! Ja, wacht. Felicia en Noah. Waarom doet hij niet? En andere Luna. Kijk. Nice. Voor de action. Leuk hoor. Yay! Oh, vlot. En ik ga straks laten zien aan het einde wat ik allemaal gekocht heb. We hebben Noah Elisa? Eindelijk ontmoet. Zeg het, Ja. Staat hier. We hebben gratis eten gekregen. Nee. Ja! Huh? En jij ook. Ik heb allemaal nog niet eens gezien. Ik ben trots. Heb je twee? Ik ben verliefd hier al. Ik ben erop. Wat kom naar de chat. Kijk, we hebben het poster opgehangen. Elena en de chef. En zometeen begint de meet and greet. Dus dat is superleuk. We hebben net een meet and greet gehad. En er zijn een paar mensen gekomen. Maar het staat in het scherm te kijken. En er zijn best wel veel mensen. Ja, we hadden echt verwacht dat er niemand kwam. Omdat het heel erg afgelegen ligt. Ja. Er zijn best op zich best wel redelijk mensen gekomen. Ja. Dat is mooi. Ja, en we hebben echt veel spullen. Kijk hoeveel. Ja. Oh, jij hebt echt een parilistiek. Nice. Ik kan met zijn slaan. Ja. Ik denk dat we nu wel bijna klaar zijn. En dan komt Noah. Hallo. Waarom ben je het doen? Zij zijn mooi. Is dat voor twee naast? En wat ben je aan het vertellen dan? Oh, nou ik heb een zweedekentje voor Wiki. Kijk. Bro. Zo schattig. En je moet er ook nog even over naar mij. Waar is Noah in? Ik heb geen idee. Wat ik ga bij nee. Wel even deze vlog. Want is dat een vlog? Ja. Like, hè? En even abonneren. Abonneren. Ja. Ik wil zien dat je abonneren. Deze muis. Oké. Ik ga naar de
Ja, zij lijkt op Luna. Hè? Deze. Ja. En op een andere lijkt meisje. Op Luna. We gaan naar huis. Doei, Noah. Doei, afscheid. Ik kom niet naar mijn woord. Het bandje staat wel mooi erbij. Ja, heel mooi. De krullenbol. Zo, wij gaan weer naar huis toe. Ja, het was echt heel erg leuk, maar ja. Ja. Het is niet zo heel groot als een horse event, dus je kan gewoon niet echt de hele dag hier maken. Nee. En ja, de meet and greet was leuk. En gewoon alles was leuk. Ja. Zo. Zwaar leven. Nee, grappig, het was leuk. Maar dan gaan we nu weer naar huis. We gaan ook nog even buiten het terrein samen een shoplog opnemen. Dus die zien jullie binnenkort ook. Ik ben nu met Yara en Felice, want we staan nog op Equiday. Maar we willen gewoon een shoplog op gaan nemen, want dat is leuk met z'n drieën. Yes! Yay. Kijk hoeveel wacht ik show. Dit is sowieso wat we hebben. Oké, we gaan allemaal onze beurt wat laten zien. Ja, gewoon iets. Ja, ga jij maar beginnen, Felice. Ja. Nou, ik heb als eerste deze. En ik weet niet van welk kraampje. En deze was 15 euro. Deze is van ifrahorse.nl. Die is voor Janie. Dat is echt superleuk. Hij is gevlochten. Hij is echt stoer. Nou, dan heb ik hier een roze harde borstel. Of een beetje hard en zacht dus in. Hij is van HOW. Dat merk je in ieder geval wat je bij de Applejack kan halen en zo. En deze is dus gewoon heel simpel. Deze was 3,50 euro. Oké, dan hebben we alle drie dezelfde dingen, zeg maar. Alleen Kiara hebben we drie. Ja. Het is zeg maar allemaal gewoon voer, zakjes. Van HippoStar. En dit is een kreeg je gratis, zeg maar, pakken. Ja, als test, zeg maar. En dit zijn ook verschillende soorten. Je hebt de Reform, granenmusli. En je hebt deze kruidenmusli zonder haver. En ook kut. En een musli koek. Ja, deze. En dan is ook gewoon eentje uit zo'n verpakking, zodat je hem kan testen, zeg maar. Het is echt super fijn voor je paard. Er zit heel veel vitamine S zo in, dus. Ja. Dan heb ik deze nekroop en die heb ik bij Horses Touw Shop gekregen. Ja, ik vind hem echt super leuk. En die was 6,50. Leuk. Ja. Als volgende heb ik samen met Felice een pot samengesteld. Ja, dat kan ook. En het is een beetje wel, deze zijn van Kiwi & Go, puur natuur paarsnoepjes. En je kon dus zeg maar op een hele bak kon je scheppen en dezelfde samenstellen. Je had allemaal verschillende maten, wij hebben de kleinste en deze was 5 euro. En wij hebben vooral heel veel van die hele kleintjes genomen, want dat kan je heel makkelijk gebruiken voor fruitdressuur. Deze neckrope gekocht en dit is zo'n ring, ik weet niet precies hoe je het noemt. Gewoon zo'n neckrope ring. En deze was 15 euro bij een sticker overheen geplakt, dus ik heb hem. Maar ja, ik weet niet. Deze was 15 euro en ik heb deze gekocht voor Coco om gewoon een beetje te oefenen met de nekroop en voor Ravi. Want dat is mijn nieuwe verzorgpaard en daar mag ik ook op gaan rijden binnenkort. En dan is dit leuk. En dan heb ik bij zo'n stand had je van die kleine zakjes en daar heb ik 4 Schwalbar zakjes van. En die waren 1 euro per stuk. Ik pak wel 1 voor 1. Ik heb dus van de... Ik heb ook een zakje met die slobber. Die dus kon je halen bij Feral Horse Care. Dus in ieder geval deze heb ik een zak van. Een zak van de Daily Complete Bix. De Vital Bix Active. Dus dit is Wisley. Luzerne. Dit heb ik ook gekregen. Dus dat zat er ook bij. Deze krijg je er gratis bij. Die rest was gewoon dus allemaal 1 euro per stuk. Dan heb ik nog een slobberzak gekocht. En dan kreeg ik nog zo'n gratis zakje Luzerne erbij. Ik heb dan ook die zakjes met voer gekocht. Die 1 euro waren. En als je er dan 3 deed, kreeg je er een zakje Luzerne bij gratis. Maar zij kreeg bij 1 zakje gewoon ook dit erbij. Dus ja. Yeah. Dan heb ik nog een metalen roskam gekocht. Zo'n soort van zweetmes roskam. Ik wilde dus zeg maar zo'n verharingskam, maar ik vond ze allemaal een beetje duur. En toen zag ik deze. En dat zal vast wel werken, denk ik. Ja, dat weet ik veel. In ieder geval, deze was 4 euro. En dan als laatste heb ik een pitje voor Melody gekocht. Dit is een 11,5. Ja, ze zijn met vaste pitringen en deze was 7 euro. Yes. Dat was alles wat wij gekocht hebben. Ja. Het is best wel veel. Ja, het is echt veel. Zo... En moet je nagaan, die nekroopringen zijn normaal 60, 70 euro. En deze heeft ze nu maar 15 euro. Even serieus. Ja, het is echt heel veel. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren.